De vereniging Arya de Wakker heeft vandaag 3 nieuwe schoolnaamborden onthuld. Het gaat om de Zohan Singschool, de Hera Singschool en de Jo School die onder Arya de Wakker vallen. De oude naamborden verkeerden in een slechte staat en moesten dringend worden vervangen. Bestuursvoorzitter Mahinder Silgobin is bijzonder blij met de nieuwe naamborden. Naambord onthullen is natuurlijk leuk, maar het is een naam die de school gekregen heeft jaren terug. Minimaal 50, 60 jaar terug. En we gaan vandaag diezelfde naam eigenlijk in een nieuwe jas gooien. En het is heel bijzonder dat Juwel Duk zo'n initiatief heeft genomen om voor al de 12 scholen van Arya de Wakker te voorzien met een nieuwe naambord. Dat is al een heel belangrijk initiatief. Natuurlijk financiële middelen zoeken, denk ik dat ook niet makkelijk gegaan is, maar dat is waarschijnlijk wel meegevallen. Maar komen met een project als een Juwekdul is natuurlijk al een bijzondere. En dat stel ik zeer op prijs. Ze zijn al een paar maanden ermee bezig en dit zijn de laatste borden van ons die onthuld gaat worden. Als het goed is, meneer Schellis, dit is de laatste of is er nog 1? Nog 4. Silgobin vertelt verder dat de scholen bezocht worden door kinderen van het kinderhuis Arya de Wakker. Hij is er trots op dat alle 3 scholen goede resultaten leveren. We hebben hier op het complex 3 scholen. Eigenlijk, Arya de Wakker heeft 3 niveaus. Lagere school, LBO en MULO. En gelukkig hebben wij alle 3 hier op het complex staan. En waarvan al onze kinderen van het kinderhuis daarvan gebruik maken. En ik moet zeggen, daar zijn we erg blij mee dat we op het complex zijn gevestigd waarbij onze kinderen op dezelfde school kunnen gaan. Een belangrijke punt is ook dat de scholen een heel belangrijke functie vervullen. En in de afgelopen 5-6 jaar heb ik even nagegaan, slagingspercentage, overgangspercentages ligt rondom de 90-95%. Dat is al heel bijzonder. Dus dat betekent dat de scholen heel goed werk verrichten. Bestuursvoorzitter van de vereniging Arya de Wakker, Mahinder Silgobin. Vandaag bij de onthulling van nieuwe naamborden van 3 scholen van de stichting.